Ik werd vanavond nog eventjes geconfronteerd met een prachtig blad, Schaatsen NL, met een gigantische foto van Kjeld Nuis. Zoeterwoude is benieuwd, Roland, hoe een vader van een topschaatser, we gaan een klein stukje naar voren nog, dat allemaal beleeft. Want wij zitten zelf voor de tv al met de nodige spanning. Jij en je vrouw zaten in Tialf bij de kwalificatiewedstrijden. Toen moest het gebeuren. Wat betekent dat voor moeder en vader? Nou, laat ik eerst even van de gelegenheid gebruik maken om het momentje van daarnet. Want hoe lang geleden is dat, dat Kjeld hier als talent stond? Jaren 15. Ja. Eigenlijk is dat gevoel wat je net had, die twee meisjes en dat team wat daar staat. Als je dan als vader of moeder of opa en oma in de zaal zit. Ja, dat verandert niet. Dat gevoel wat je dan als vader of moeder hebt, dat je kind hier staat, bijna hetzelfde als mijn kind haalt een zwemdiploma. Dat kippenvelgevoel, dat houdt nooit op. Dat is voor iedereen hetzelfde als papa en mama. En dat heb ik nog steeds. Alleen dat duurt veel langer. En dat is een beetje heftiger. En eigenlijk bij ons houdt het niet op. Alleen koester dat gevoel, zou ik zeggen. Want het zijn van die unieke momentjes als vader of moeder of opa en oma, familie. Dat je zo lekker trots bent dat het zo lukt. Dat je kind blij is, gelukkig is. Dus dat wilde ik eerst even zeggen. Want dat is me altijd bijgebleven van het momentje dat we hier in deze zaal zaten een aantal jaren geleden. Later sportman van het jaar, 3 keer achter elkaar. En ja, zoals het nu is, als vader en moeder van Kjeld. Dat is vrij heftig, want soms wordt het je ook wel eens een beetje te veel. Dan vliegt het, ja, dan is bijna de spanning, zoals een OKT. Van, dat moet nu echt een keertje lukken. Hij is nu 28, 4 jaar geleden is dat niet gelukt, terwijl hij eigenlijk steengoed was. Maar toen hield hij zijn controle niet. En 8 jaar geleden had hij net de pech, want toen waren de regels anders. Want dan had je zo'n aanwijsplek, toen werd hij 3e. Maar Jan Bos werd 8e en die had een nominatie. En die ging wel en hij ging niet. Dan had hij mooi kunnen leren. Dan had hij veel van kunnen leren. En nu is het gelukt. Het was een enorme opluchting. Want Nederland is een schaatsland. De concurrentie is ongelooflijk zwaar en sterk. En er zijn nog veel meer andere goede rijders. En als je dan op de hoofdtribune zit. Met allemaal familie. En met ja, genodigden. Ja, dan is de spanning te snijden daar. En dat is heel lastig om dan concurrent... de ouders van concurrenten in de ogen te kijken, want iedereen wil maar 1 ding en dat is zijn zoon of dochter naar de Olympische Spelen helpen. En dat lukt niet voor iedereen, dus er wordt ja, veel gejuicht op een bepaalde plek op die tribune, maar er wordt net zoveel traantjes weggepinkt op andere plekken in die tribune. Nou, Tinus van de Geest was er getuige van, want die zat ook op die hoofdtribune. Ja, dan vlieg je elkaar in de armen als je elkaar ziet. Dat is een enorme ontlading. En ik vond het echt heerlijk, heerlijk dat het hem een keer gelukt is. En ja, zoals hij er nu voor staat, dicht ik me ook een grote kans toe om met een medaille terug te komen in Nederland. Het zou mooi zijn. Ik onderbreek je eventjes, want we gaan nog eventjes terug in de herinnering. Iedereen, gaat dat lukken, denk ik? Kijk even mee, Roland, een beetje aan de zijkant, zodat we de mensen niet in de weg staan. Ja, we worden er weer stil van, denk ik, Roland.
En dat was een van de twee successen natuurlijk. Ja. Hoe beleef je nou zo'n race? Kom even dichterbij. Hoe beleef je nou zo'n race als vader? De start is belangrijk, de eerste bocht, alles is belangrijk. Ik zag bij de start dat hij eigenlijk gelijk in zijn slag zat. Zijn frequentie, zijn beenfrequentie was hartstikke goed. Heel gretig en hij zat al voor de bocht zat hij mooi vlak. En hij trapte die bocht echt heel snel uit en opende die in een 16 laag. En dat was voor zijn doen al heel goed. En hij trok die hele ronde mooi door en hij opent in 24-8 en dat is echt fenomenaal. Dat zie je bijna nooit. Dat zag je een paar jaar geleden toen Kolisnikov zo hoog omhoog geschreven werd. Het was hartstikke goed, maar ja, daar hing wel een geurtje aan. En iedereen dacht van daar kan nooit iemand meer van winnen. En wat je dan nu ziet, hij zei het vorig jaar al, ik moet onder die 1-8, ik moet onder die 1-8, het komt er net niet uit. En nu verpulvert hij die tijd van Kolisnikov in het nieuwe Tialf. En hij wilde zo graag zijn naam op de wand van het baanrecord. En niet met een beetje, maar met 3/10 duikt hij eronder. En ja, daar kan je gewoon niet omheen. Dat was echt een fenomenale race. Het was een mooie opening, een enorme tussenronde en een fantastische laatste ronde. Ja, dat zet je dan wel op de kaart. En voor ons was het een enorme opluchting dat hij op deze manier eigenlijk zijn kwalificatie veilig stelde voor de Olympische Spelen. Durfden jullie zelf wel te kijken? Ja, zijn schoonmoeder niet. Die is naar de wc gegaan. Die heeft wel betaald voor het kaartje, maar die is toen naar het toilet gegaan. Maar ik heb wel gekeken. We zaten daar samen. Ja, en Brigitte, mijn vrouw en ik bevielen elkaar in de armen. En we hebben echt wel een traantje gelaten. Er was iemand die vond het leuk om op een filmpje te zetten. Die zei de volgende ochtend, Kjeld, ik heb een filmpje van je vader en moeder. Ik zou je even lekker laten janken. En hij zegt, dat is een mooi momentje. Ja, daar viel wel wat van ons af. En dan komt die tweede afstand. Ja, en toen hadden we eigenlijk s'avonds al van, ja, als hij dit kan, dan kan hij morgen kan die ook vlammen. En iedereen kent Koen Verweij, is een enorme vechter. En Kjeld had de laatste buitenbocht. Ik denk als hij dichtbij kan blijven, maar hij opende zo fenomenaal en ook zijn tussenrondes waren zo goed. Hij had een hele tactische wissel, een mooie kruising. Daardoor bleef hij Koen Verweij voor, wat toch iedereen enigszins dacht van die gaat hem toch wel pakken. Het was toch andersom. Ik hoop dat het over 4 weken ook het geval is, of over 3 weken ook het geval is. We zullen het zien, Juskov doet niet mee. Aan de ene kant is dat jammer, aan de andere kant vind ik dat heel terecht. Toch een heel strak statement wat er gemaakt is. We zaten al 3-4 jaar tegenaan te hikken tegen die kwestie met die doping. En aan de andere kant zijn er ook nog andere geduchte tegenstanders op de 1000 meter. Lorentzen, hele goede schaatser uit Noorwegen. En op de 1500 meter een Sven Lude Pedersen. Ook niet uit de vlakken, 1500 meter is toch een afstand. Ik denk dat Han Kulker erover mee kan praten. Het zijn afstanden waar het moment van de dag heel bepalend is hoe goed je bent. Op dat moment, hoe goed je in je vel zit. En dat is typisch iets voor de middenafstand. Daar kan je vreselijk op kapot gaan als je te hard van start gaat. En er kunnen ook vreselijke bijzondere dingen gebeuren op een moment dat iemand zich helemaal fantastisch voelt. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Toch acht ik hem in staat om met een medaille terug te komen in Nederland. Het zou natuurlijk fantastisch zijn. Ik heb begrepen, jullie gaan naar Korea. Ja, we gaan naar Korea. We gaan niet de gehele tijd, want we gaan met z'n zevenen. Dat was voor ons allemaal toch lastig om ook vrij te nemen, vrij te vragen. En financieel is dat ook best een behoorlijke pot uit je portemonnee. Dus we gaan 5 dagen. We gaan het laatste gedeelte van de Olympische Spelen, de 1000 meter, gaan bekijken. Niet omdat we denken van daar heeft hij de meeste kans, maar daar kwam ons het beste uit. Maar we gaan woensdag op mijn verjaardag gaan we weg en we komen maandag met z'n allen en de hele Nederlandse ploeg komen we terug op Schiphol. Dus ik ben benieuwd of we dat een beetje samen kunnen plannen. We zitten niet in hetzelfde vliegtuig. Dus ik ben razend benieuwd wat we daar mee gaan maken. Daar verheug ik me erg op. Ik kan me voorstellen, Roland, ik denk dat heel Zoeterwoude aan de buis gekluisterd zal zijn. We hadden voor dit item een minuut of 3 uitgetrokken, maar het is zo onvoorstelbaar boeiend. Wat je te vertellen hebt, ja, je kan nog veel meer vertellen. Ik hoop dat je vanavond hier nog even blijft. Want ik zag net al een paar jonge schaatsers die zeiden van, ik rij ook de 1000 meter in een minuut of 5. Maar ik wil dat wel sneller gaan doen. Ik zei, dan moet je meneer Nuis vanavond iets vragen. Dus misschien word je straks nog eventjes benaderd.
Roland, we hebben nu alvast bloemen. We hopen dat die bloemenzee natuurlijk nog veel groter gaat worden straks in Zuid-Korea. Het is nu al een prestatie van formaat dat Kelt zich heeft gekwalificeerd. En we blijven het volgen. Dames en heren, applaus! Het slotwoord, ja. Ik heb voor 2 weken geleden van Tinus van der Geest al een initiatief gehoord. Maar er schijnt iets op stapel te staan hier in dit gebouw om schaatsen live te gaan volgen. Met een groot scherm en een lekkere maaltijd. Ik ben benieuwd wat we daarvan gaan horen. Het is nog niet echt in de publiciteit gebracht. Maar het lijkt me een fantastisch initiatief om hier met heel veel mensen naar de 1000 meter en de 1500 meter te gaan komen kijken. Mooi initiatief, ja. Dan komen we er nog op terug. Nogmaals, bedankt. Nee, komt goed. Bedankt. Dan ga ik het maar gelijk vertellen. Ja. Hartstikke leuk dat je het zegt. We lopen uit, maar het maakt niet uit. Ik doe het heel snel. We gaan alle wedstrijden van de dames en heren langebaanschaatsen live kijken in de Meester. Doen daarbij een ontbijt of een lunch afhankelijk van het tijdstip van uitzending. Er liggen op de tafels nu blaadjes met het wedstrijdschema. Als je mee wil lunchen, ben je van harte welkom. Haal van tevoren even een voucher in het café. Maar je mag natuurlijk ook zonder lunch komen kijken. En we gaan allemaal zorgen dat het een te gekke boel wordt. Dankjewel. Dankjewel, Yvonne.